ik ben Nancy Haring. Ik doe mee aan de misverkiezing van Miss Wellness Beauty. En ik ben terug aanwezig bij de drag queen verkiezing, Miss Drag Queen, excuseer. Naast mij staat de persverantwoordelijke, de jury. Ja, u mag me even voorstellen als je wil. Goedenavond, mijn naam is Veronique van Heuvelen. Ik ben PR-verantwoordelijke voor de drag queen, de Miss Drag Queen verkiezing in de pannen. Ieder jaar organiseren wij een misverkiezing voor travestie of drag queens. En dit jaar gaat dat door op zaterdag 1 maart 2014. Ik heb gehoord dat het een hele mooie locatie zal worden, de pannen. Ja, de Bare is een van de grootste zalen die aan de pannen momenteel aanwezig is. Wij proberen zoveel mogelijk volk. Wij proberen zoveel mogelijk mensen te krijgen in de zaal, wat eigenlijk geen probleem is, omdat de show die wij aanbieden van alle missen eigenlijk een combinatie is van alles. We hebben missen die comedie brengen, we hebben missen die mooie georganiseerde liedjes brengen. We hebben missen die moderne liedjes brengen. We hebben missen die grote klassiekers brengen. Vele missen brengen hun eigen showballet soms mee. Dus eigenlijk is de show wel gegarandeerd super en voor iedereen toegankelijk. Voor ieder wat wil, met heel veel variatie. Absoluut. Dus, ja, en heel interessant. En wat doet het precies allemaal voor dat te organiseren? Zitten daar sponsoring bij? Worden er fiches gemaakt? Doet u dat allemaal? Dus eigenlijk starten wij al van in het begin. Dus vorig jaar is de Drag Queen Show geëindigd. Dan starten wij eigenlijk al met aanvragen en zoeken van nieuwe kandidaten. Melden zij zich spontaan aan of zoekt u daar? Onder andere wel, maar Miss Nicole de Knop. Helpt ons daar heel veel bij. Zij zit ook in het milieu en zij zoekt een beetje nieuwe en zelfs mensen die niet echt durven, maar die de eerste set durven zetten bij ons op het podium en dat vinden wij altijd leuk. Wij zoeken ook sponsoring, want zonder sponsors is zo'n avond is heel moeilijk waarschijnlijk. Niet mogelijk praktisch, dus wij gaan sponsoring aanzoeken. We maken ontwerpen de affiche ieder jaar en ieder jaar proberen wij toch een foto te krijgen van de miss van vorig jaar. Ja. Zoals dit jaar, onze affiche is eigenlijk een foto van de miss Drag Queen 2013. Dus dat proberen wij een beetje in de routine te houden, in de mate van het mogelijke. Dan hebben wij onze sponsors. Wij maken een boekje waar al onze sponsors aan bod komen met een logo dat ze ons doorsturen. In een boekje krijgen we ook allerlei informatie. De namen van de missen die meedoen, met een heel klein beetje uitleg van waar ze zijn, wat ze doen en hoeveel jaar ze al op de bühne staan. Dus de avond start om 20 uur met een grootse intrede en defilé, ook met ieder jaar onze Schotse vrienden die afkomen. Dan hebben wij de show, de jury die dan beslist en dan is het einde en dan hebben we onze nieuwe mis. En bij ons in de misverkiezing zit er ook een vraag rond, gebeurt dat bij jullie ook? Dat hebben wij ook. Ja. De mis staat op het podium en de jury vanuit de zaal, dat is met een loopmicro, dan heeft de jury de kans om aan iedere mis een paar vragen te stellen. En gaat dat dan over het, de travestiewereld of gaat dat wat persoonlijker of kan dat gelijk wat zijn? Dat gaat soms over hobby's, wat dat ze doen, ook over de travestiewereld, wat dat hun interesses zijn, wat dat ze nog willen bereiken. Ja. Zo'n beetje algemene beetje vragen over hun persoonlijkheid en ook over de travestiewereld. En nog iets terug over de sponsoring. Is dat op financieel vlak of gaat het over kledij of pruiken? Sponsoring bij ons is enkel financieel. Dus wij gaan in de pannen. Meestal zijn dat de handelaars van de pannen die ons steunen. Ja. Die ons een kleine bijdrage leveren. Dan maken wij het boekje met hun logo in. En zo kunnen wij eigenlijk die show realiseren. Want er kruipt enorm veel tijd. En Nicole gaat dat wel bevestigen. Ja. Dat er daar enorm veel tijd en soms ook een heel klein beetje geld voor nodig is. Ja, want waarschijnlijk. Want je hebt
de mensen, ja, belichting, de zaal, ja, klank en licht, ja, dat zijn allemaal dingen die jullie willen waarschijnlijk echt alles piekfijn in orde. Wij willen alles perfect hebben. We hebben een keuze tussen gewoon ingangskaarten aan €10, dan hebben we onze VIP-plaatsen. Die zijn aan €40. Mensen krijgen een halve fles champagne per persoon en een ganse avond door van begin tot einde. De catering die verzorgd is door Wisselvea. Vind ik leuk. Mensen zijn in mei, hebben mij al ieder jaar gezegd, super, doe zo voort. Dus... En hoe kunnen ze aan kaarten maken? Is dat momenteel nog in de loop? Of is dat... De kaarten zijn nog altijd te koop. Dus de gewone kaarten kun je ofwel op voorhand kopen bij Nicole hier in het Fenomeen. Ofwel bij ons. We hebben een e-mailadres. Dus ja, u mag dat kort... eens melden. Ja, mag ik het melden? Ja, natuurlijk, doe maar. Dat is kortandgoed@hotmail.com. Ja. De VIP-kaarten worden enkel op reservatie. En de voorverkoopkaarten kun je ofwel via de e-mail laten klaarleggen aan de ingang, ofwel bij Nicole in het Fenomeen aankopen. Voilà, dat was al iets. Ja. En ik had nog een kleine vraag. Wat gaat u de komende weken nog doen? Want het is nog eventjes tot 1 maart. Ja. Nog eventjes, maar ook niet meer zo lang. Ja, natuurlijk gaat het waarschijnlijk wel heel rap gaan als je met alles nog bezig bent. We moeten nu nog heel veel doen, dat de kleine details nog in orde geraken. Maken dat de catering, zorgen dat de VIP's hun plaatsen krijgen, alle bestellingen doen. De zaal is al besteld, maar maken dat alles in orde geraakt. Ja. Dat Nicole en haar kandidaten toekomen en dat ze met een gerust hart een prachtige show op poten kunnen zetten. Okay. Dus weinig slaap. Ja, blijkbaar. En bent u nog rustig momenteel? Momenteel wel. Moest je mijn volgende maand vragen, zou ik dat al een beetje meer doen. En wilt u zelf nog iets kwijt of vindt u het voldoende? Ik vind het voldoende, maar ik zou vragen aan de mensen. Bent u nog nooit in de pannen geweest? Kom alsjeblieft eens af, kom het eens bekijken. We hebben een prachtige show met hele leuke kandidaten. Dus ik zou zeggen, afspraak 1 maart in de zaal De Baren, in de pannen. En tot ziens. Wij hopen op uw steun, want ze kunnen het allemaal goed gebruiken en ze verdienen het van harte. Absoluut. Goeie avond. Goeie avond.